Hi allemaal, hoe is het met jullie? Met mij gaat het prima hoor. Nee, afgrijp is wel altijd, ik ga niet goed. People, ik heb zo een producten gezien. En ik kom even naar jullie laten zien. Ik weet niet als dat gaat werken of niet. Maar deze producten is bijvoorbeeld, is echt een behandeling. Ik denk dat je moet 5 maanden... halfjaartje doen of 6 maanden, volgens mij, of halfjaartje of 5 maanden. Maar ik heb nog nooit geprobeerd. Ik heb alleen gekeken en iedereen zegt dat deze goed is. Bla 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 bla. Oké. Nou, toch heb ik gekocht en ik wou altijd proberen en ik wil ook naar jullie laten zien als dat gaat werken en als het gaat niet werken en als dit heeft tenminste een beetje geholpen met mijn acne en zo. Maar de video dus gaat over een acne behandeling van dit product. Deze product is van Bio Aqua. Even kijken, Pure Skin, Removal of Acne. Dus hij verwijdert acne. People, zoals jullie kunnen zien, ik heb best veel acne. Hier zit ik echt heel, heel veel. Ik wil even kijken. Ik ga vandaag sowieso niet die gebruiken. Want ik heb nog make-up op. En ik ga zo meteen werken. En als ik terugkom van werk. Dan ga ik helemaal mijn gezicht schoonmaken. En dan ga ik naar jullie laten zien. Hoe mijn gezicht eruit ziet. En dan ga ik de product ook erbij zetten. En dan ga ik laten zien. Hoe je moet insmeren. Wat moet je doen. Hoe moet je laten. Blablabla. Oké. Okay. Dus sowieso, ik kom deze even naar jullie laten zien. En deze heb ik weer AliExpress gehaald. Veel mensen zeggen van, waar ben ik niet kopen, want je weet niet. Maar ik heb best heel veel video's Dus ja, volgens mij hebben we ook goedkoper van deze, maar ik weet niet. Maar zoals ik jullie zei, ik ga proberen die 5 maanden alleen met dit product gebruiken. Of 6 maanden, weet ik niet. Hoe lang ga ik doen, maar ik ga dus deze product gebruiken. En dan gaan jullie ook de rest laten zien. Ik ga ook foto's maken van mijn gezicht zonder make-up. En van die acne's. En dan ga ik bijvoorbeeld na 1 week doen, laten zien. En na 1 maand, na 2 maanden enzovoort. Ja? Nou, dan weten jullie dat nu alvast. Nou, people, ik ga al mij klaarmaken, want ik moet naar werk. En ik zie jullie vanavond weer. People, ik ben dan terug van werk. Nou, ik heb mijn gezicht al schoongemaakt. Zoals jullie kunnen zien. En dan kunnen jullie ook mijn puistje zien. Nou, ik ga een beetje zo naar jullie laten zien. De meeste dingen zijn meer vlekjes dan puistjes. Want bijvoorbeeld, hier zo heb ik een puistje. Hier zo. Hier. En dat zijn alleen de vlekjes. Hier heb ik echt bijna. Kijk, hier is een puistje. Maar dan met het vlekje. Hier is ook een puistje met vlekje. Hier is een puistje. Hier is eentje. En dan de rest is echt vlekjes. Bij mijn voorhoofd heb ik ook best veel. Als jullie kunnen zien zo. Als ik zo beweeg. Zie je? En de meeste zijn gewoon vlekjes. En hier ook. Zie je? Een beetje zo doen. Zie je? Maar ik heb dan niet alleen daar puistjes en vlekjes. Ik heb ook hier zo. Zie je? Hier zo. Volgens mij hier zo ergens ook. En dan hier. Nou, hier zo heb ik echt best veel. Maar hier zo, ik altijd een beetje make-up op. En dan is eigenlijk al alles weg. Maar, dus ik zei tegen jullie, ik had net mijn gezicht schoongemaakt. Helemaal, helemaal, helemaal. Dus mijn gezicht is echt clean, clean, clean. Niet echt. Helemaal bij mijn oog, maar oké. Okay. Nou, de producten die ik ga gebruiken is deze. Zoals ik had tegen jullie gezegd van Bio Aqua. Hij zegt dat hij heel veel doet. Dus ik hoop ook dat hij heel veel doet. Want ik weet niet. Maar hij zegt dat hij is goed tegen de acne. Hij is goed tegen de vlekjes. Tegen de rimpels. Rimpels, dat volgens mij toch? Rimpels, nee, rimpels krijg je hier zo of zo. Ja, maar die, hoe heet dat? Weet je toch die lijntjes hier zo? Kijk, ik heb best veel. En als ik ga make-up zetten, dan krijg je echt die lijn hier zo, weet je? Dat kan je alleen met botox doen of zo.
We zijn nog niet zo rijk, dus wij doen geen botox. We gaan proberen met deze, die zegt dat hij dat allemaal doet. We gaan kijken. Even kijken, hij verwijdert de acne. Hij maakt jou jonger. Dat, hij is echt goed. Hij maakt jou jonger. Hij controleert de vetheid van jouw gezicht. En al die bullshit. Oké, people. Hij is echt een klein. Want ik zie bij andere mensen ook dat ze groter hebben. Maar ik had alleen deze gevonden. En ik heb deze gekocht. Hij is van 30 gram. Oh, hij wil toch niet weg. Ik heb nooit gebruikt. Dat is deze dan. Zo ziet die doosje dan eruit. Ja. Wat ga ik doen? Omdat hij is uit AliExpress, ik ga 1 keer per dag doen. Want ik zie sommige mensen 2 keer per dag, 's morgens en 's avonds doen. En ik ga 1 keer per dag doen. Dus ik ga vandaag 's avonds doen. Dan doe ik morgen ook 's avonds of 's morgens. Nee, ik ga eerst het doen en dan ga ik zien ja, hoe het gaat blijven. Even kijken, vandaag is 4 april. 4 april, dus 4-4-2019. Dus ik ga nu beginnen en ik ga een beetje naar jullie laten zien. Ik ga mijn haar vastzetten. Ik ga dat openmaken. En dan is zo. Ja. Wat ga ik doen? Ik ga bij alle puistjes en vlekjes zetten. Ja. Even, ja, 5 minuten even zo laten. En dan komen we weer terug en dan doen we een beetje insmeren en dan, goed. Ja, dus vandaag is 4 april 2019. En ik ga over 1 week weer voor jullie, ik ga elke avond gebruiken. Ik ga even zo om de beurt doen. Ik ga vandaag avond, morgen ga ik 's morgens naar overmorgenavond. Ga ik zo doen. En over 1 week doe ik weer een update. Want ik ga deze gelijk nu op YouTube zetten. Mami! Ja? Wacht even. Ja. Dan ga ik deze eerste. Stil. Dan ga ik deze gelijk nu op YouTube zetten. En dan over 1 week weer kom ik weer terug. En dan doe ik alweer een update. En laat ik foto's zien. Al die bullshit. En yep, people. Dus ik laat nog 5 minuten en ik kom zo weer terug. Nou, people, de 5 minuten is om. Het voelt echt verfrissend. Even kijken, wat zit eigenlijk binnen? Ik heb geen idee wat binnen zit. Maar het is wel een raar gevoel, want het lijkt alsof het prikt of zo. Niet echt prikt, maar het is echt verfrissend, weet je. Dus iets dat lijkt, voelt echt. Ik weet niet, echt lekker. En dan ga ik gewoon insmeren. En dan laat ik gewoon zo. Dan ga ik slapen. En dan morgen ga ik weer kijken als het goed is. En dan doe ik morgen weer. Morgen. Nou, people. Dan is mijn gezicht eindelijk al klaar. Als jullie willen de resultaat zien en kijken of deze lelijk gezicht beter gaat worden, dan blijf gewoon kijken. En ik zie jullie dan over 1 week weer met deze producten. Dus blijf gewoon kijken, want er komen zo leuke video's. En als je natuurlijk de resultaat wilt zien, moet je blijven kijken. Abonneer op mijn kanaal, zet een dikke like. Druk op het belletje, anders kan je niet weten wanneer deze mevrouw hier zo een video post. Ja, en dat willen jullie zeker weten. En ik zie jullie volgende keer, dus bye bye.